En dan zijn we weer terug bij alle skits. Na vorige keer het zo spannend te hebben gehad omdat we Sinterklaas niet konden vinden. Maar we hebben hem nog steeds niet gevonden, Piet. Nee, hij is nog steeds weg. Kinderen, hebben jullie goed gezocht naar Sinterklaas? Ja. En heb je hem ook nog niet gevonden? Nee. Wat moeten we nou? Moeten we nog steeds beter gaan zoeken met z'n allen? Ik denk het wel. Nog steeds overal, met z'n allen. Zou die wel in het gebouw zijn? Zou die nou niet ergens slapen of zo? Nou, ik denk het wel. Waar denk je dan dat die is? Ja. Ergens. Zullen we dan toch maar nog een keer gaan zoeken, Piet? Ja, vind ik een goed idee. Laten we gaan zoeken, want we moeten hem vinden vandaag. Want die kinderen zijn allemaal vol spanning. Allemaal aan het wachten op Sinterklaas. Dus we gaan gauw snel zoeken. Kom. Hebben jullie Sinterklaas al gevonden? Nee, ik niet. We hebben overal gezocht. Heb jij overal gezocht al? Nou, we hebben niet in de wc en niet achter het dak. Misschien, hè? Ja. Misschien is hij wel een plasje doen. Ja, maar dan mogen we niet gaan kijken. Dat is waar. Maar misschien is hij zelfs ook... Sinterklaas niet vinden. Ken je Sinterklaas niet vinden? Heb je overal gezocht? We hebben ook overal gezocht. En jij hebt hem ook niet gevonden? Nee. Hey, kijk nou, Balito. Maar misschien, hè? Dag, Balito. Heb je Sinterklaas al gevonden? Heb je Sinterklaas al gevonden? Oh, wat is dit erg. Maar weet je wat? Misschien is hij wel zijn haar aan het doen bij de kapper. Ja, dat kan ook. Zullen we daar eens even gaan kijken? Ja. We moeten even bij de kapper gaan kijken. Want misschien is hij wel zijn baard in de krul aan het doen of zijn haar aan het feunen. Laten we daar maar eens even een kijkje gaan nemen. Kom, dan gaan we het doen. Ik heb Sinterklaas gevonden. We hebben Sinterklaas gevonden? Ja. Hij zit op de stoel. Laten we gauw gaan kijken. Sinterklaas is gevonden. Kom. Juffrouw Doenja. Ik heb Sinterklaas gevonden. Kijk, daar zit Sinterklaas. Maar hoofdpiet, Pedro. Ja? Sinterklaas heeft toch een baard? Oh ja. Deze ja. Sinterklaas heeft toch geen baard? Nee, die heeft geen baard. Dus dan is het toch niet de echte Sinterklaas? Ik dacht echt dat ik hem gevonden had, juffrouw Doenja. Maar Piet, heb je je bril op of je lens in? Nee, die heb ik thuis gelaten. Ook al zoek. Die ben ik ook al kwijt. Ja? Je bent een warrige Piet, een beetje. Dit jaar wel. Dit jaar zijn we echt alles kwijt. De staf, Sinterklaas, mijn bril. Ik weet het niet meer. Ja, dan zijn jullie waarschijnlijk heel erg moe van al die dagen op het daken en de reis. En al die cadeautjes klaarmaken, hè? Want de kinderen konden allemaal een berichtje sturen via Facebook dat wij cadeautjes moesten maken. Maar ja, ik denk, weet je wat, laten we nou echt nog één poging doen. Ik wil eigenlijk ook nog even kijken of die niet in de kapsalon zit. Oh, ja. En dan heb ik nog één ruimte waar die misschien wel zou kunnen zijn. Maar dat weet iedereen hier niet, maar ik wel. Dus ik denk dat we daar maar even naartoe gaan. Juist. Dat gaan we doen. Heel goed. Oké, doen we dat. Juffrouw Doenja. We gaan even in de kapsalon kijken, want die hebben we hier ook. Zou Sinterklaas misschien daar zijn baard netjes aan doen? Dus laten we eens even gaan kijken. Kijk eens even binnen. Is Sinterklaas in de kapsalon? Is Sinterklaas hier? Sinterklaas, bent u? Nee, ook niet. Ook al niet in de kapsalon. Nou, ik denk eigenlijk dat er nog maar één plekje is waar die kan zijn. Jij weet het al, hè? Ik denk dat we daar maar naartoe moeten. Er is nog maar één plekje waar we nog niet gezocht hebben. Daar is het ook een beetje stil. Zou die dan toch in slaap zijn gevallen? Kom, laten we maar eens gaan kijken. We gaan even kijken. Hey, kijk, hier staat namelijk de hand op de deur. Dat betekent dat niemand naar binnen mag. Dus niemand heeft daar nog gezocht. Zullen we nou eens gaan kijken? Wacht, doe stiekem de deur open. Kom, we gaan naar binnen. Zou die dan hier zijn, hoofdpiet? Er staat stop, dus vandaar dat ze daar niet naar binnen zijn gegaan. Ik heb hem gevonden. Ik heb Sinterklaas. Kom nou eens kijken. Sinterklaas zit te slapen. Sinterklaas, daar zit hij. Ja hoor, hij is een middagdutje aan het doen. Hij is een middagdutje aan het doen. Oh jee. Wat moeten we nu doen, hoofdpiet? Ik denk dat we hem toch wakker moeten maken, want de kindertjes wachten natuurlijk, hè. Heeft hij toch gedaan wat hij wilde doen vanmiddag, een middagdutje. Maar daar kan hij als al die kinderen staan te wachten, toch? Nee, zullen we hem dan maar wakker gaan maken? Ik denk dat we hem heel zachtjes wakker moeten maken. Zullen we dat doen? Ja, kom, daar gaan we.
Als hij maar niet kwaad is op me vanavond hoor, want ik weet dat hij het niet leuk vindt dat ik hem stoor in zijn middagdutje. Even kijken. Hola, 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 Sint-Nicolaas. U mag toch geen dutje doen, alle pieten en kindertjes zijn er al. Ja, Sint-Nicolaas, kom. Ben ik in slaap? Ja. En al die kindertjes staan te wachten. We hebben u overal. Sinterklaas. Mevrouw, doe je? Hallo. Hallo. Ik ben een beetje in slaap gevallen, denk ik. Ja, want alle kinderen, wij hebben al voor u gezongen. Alle kindjes hebben u al heel hard geroepen. Echt waar? Ja. Oh, maar dan zal ik eens gauw gaan komen. Ja, zullen we maar gauw gaan dan? Hey. Laten we dat maar doen. Zullen we maar snel gaan, want de kinderen kunnen niet meer wachten. Uw staf. Oh, die is niet zoek. Nee, dit is de oude staf. Tijdelijke staf van Sinterklaas. Komt u maar, Sinterklaas. Pas op voor het padstapje. Komt u maar gauw. We hebben Sinterklaas gevonden. Weet je wat er aan de hand was? Hij was een middagdutje aan het doen. Ja, die zat ergens achter in een hokje verstopt. Die dacht, het is hier lekker rustig, dus ik kan hier wel eens een dutje doen. Maar omdat hij er nu wel is, wel eens en niet dus, mag... Kom maar. Ga heel eventjes naar papa. Kom maar, lieverd. 1, 2. Wacht maar. Die gaan we er even aftillen. 1, 2. Hoppatee. Oké, kunnen jullie nog één keer met mij hey, hallo Sinterklaas komen doen? Alle kindjes, kom naar voren. Nu gaat het gebeuren, want we hebben net al stiekem geoefend. Maar nu gaan we het voor het echtje doen. Sinterklaas, en heel hard hè, want dan komt hij hè. Laat maar komen. En we gaan weer zwaaien met die handjes. En we gaan heel hard zingen. Hey, hallo. Wachten is voorbij, nog even en hij is er weer speciaal voor jou en mij. Hij brengt vele pakjes mee, voor klein maar ook voor groot. Zakken vol met suikernoot, haai en pepernoot. Dus geef hem een fijn welkom, een knallende entree en gooi je handen in de lucht en zing nu heel hard mee! Hallo Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Hey, hallo Sinterklaas, wij zijn een grote fans. Hey, hallo. Wachten wij met smart, hopen dat hij langskomt, vol verwachting klopt ons hart. Dus geef hem een fijn welkom, een knallende, en dan komt hij weer! Gooi je handen in de lucht en zing nu heel hard mee! Hey, hallo Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Hey, hallo Sinterklaas, wij zijn uw grootste fans. Hey, hallo Sinterklaas, kom binnen, kom erbij. We zingen en we springen en we zijn. En we gaan Sinterklaas, hoort u dat? De kindjes zingen u helemaal toe. We zingen en we springen en we zijn zo blij. Hey, hallo, hallo. Kom op, we zijn die handjes. We doen het nog één keer. Hey, hallo, hallo. Hey, hallo, hallo. En daar komt ie nog een keer. Hey, hallo, Sinterklaas. Wat fijn dat u er bent. Hey, hallo. Zijn uw grootste fans. Hey, hallo Sinterklaas, kom binnen, kom erbij. We zingen, we springen, we zijn zo blij. Hey, hallo, hallo.
gelukkig wel, juffrouw Dunja. Ik heb een heerlijk dutje gedaan. Ja, of wij daar nou zo blij mee waren, Sinterklaas. Ik snap dat u heel erg moe bent van die hele lange reis en van die lange nachten. Maar de kindjes waren al heel erg hard naar u aan het roepen. Ja, dat heb ik gehoord van mijn Pieter daarnet, juffrouw Dunja. En ik werd op een gegeven moment wakker. En toen stond u voor mijn neus. Dat is nog eens fijn wakker worden, toch? Ja, heerlijk wakker worden. Lang geleden zo, hoor. Ja, want ik hoorde al van hoofdpiet dat als hij het zou doen, nu misschien vanavond wel heel erg boos zou zijn. Maar nu was ik het, dus nou is het wel goed. Nou is het goed. Pedro is af en toe een beetje bang voor mij. Oh, is dat nodig? Ja, af en toe word ik wel eens een beetje boos op hem. En dat is niet altijd heel terecht. Maar ik vond het leuk om hier te zijn. En zoveel kindertjes. Ja, die komen speciaal voor u natuurlijk. U mag gaan zitten op uw stoel. Een speciale troon. Oh, gaat u lekker zitten, Sinterklaas. Want ja, ik zou eigenlijk zeggen, u zal wel moe zijn. Maar volgens mij moet dat nu wel meevallen, want u heeft lekker uitgeslapen. Dus u kan er nog wel even tegenaan vandaag. Ja, nou weer wel natuurlijk. Ik heb een heerlijk middagdutje gedaan. En nou kunnen we er weer even tegenaan. En we moeten vanavond nog lang door natuurlijk. Al die cadeautjes en al die schoentjes vullen. Dus we moeten nog veel werken vanavond. En heeft u Americo ook meegenomen? Nee, Americo had een dagje rust vandaag. Want die heeft het al zo druk gehad. En vannacht moest hij heel erg hard werken. Want het was stevig doorwerken, hoor. Al die daken op en al die huizen af. Dus die hebben we een dagje thuis gelaten. Ik geloof het inderdaad. Want ja, het zijn natuurlijk ook heel veel kindjes. En u bent natuurlijk net aangekomen. En u moet al die schoentjes gaan vullen. Dus dat is een hoop werk, hè, Piet? Ja. Dat is zoveel werk. Maar zijn jullie plek naar Sinterklaas is, hè? Is? Ja, nou hoor ik ze. Het duurde wel eventjes, hè, Pedro? Ja. En ik dacht toevallig dat u dan was Sinterklaas daar zo, dat kleine Sinterklaasje, maar dat klopt natuurlijk niet, hè? Nee, is een beetje klein nog, hè? Maar wel een heel mooi Sinterklaasje. Hallo! Ja, want wij zeiden dus straks al, we hebben Sinterklaas gevonden, maar Pedro had zijn bril ook al vergeten. En die zag natuurlijk niet dat deze Sinterklaas geen baard had. Nee, dat klopt. Maar die is ook nog veel te jong natuurlijk, hè, juffrouw Dunja. Nee, dat is een heel mooi Sinterklaasje. Maar dat is een hulp Sinterklaasje. Ja, dat klopt. Dat is een hulp Sinterklaasje. Dat zag ik al, ja. Maar misschien is het leuk om een... Zullen we eens een paar kindjes het podium ophalen? Want ik denk dat er echt wel kindjes zijn die natuurlijk Sinterklaas heel graag een handje willen geven. Wie zou dat graag willen? Even kijken. Pieter, zoeken jullie eens wat uit. Ja... Heb je dat gehoord? Heb je het gezien ook? Ja, heeft u dat ook gehoord? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje, hij dekt op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekker. Wie stout is, de roe. Erg leuk en hartstikke gezellig. Ik ken me dat heel goed voorstellen. U hoeft in ieder geval niet te behangen, hè, Piet? Alle kindjes zijn helemaal vol van Sinterklaas en willen heel graag bij Sinterklaas op schoot. Sinterklaas gaat nog even verder met de kindjes en die gaat een rondje maken. En wij gaan zo nog even verder met hem praten. En u gaat nog even met de kindjes die heel lang op u gewacht hebben, nog even een praatje maken. En dan gaan we u volgende keer weer zien. Ja, heel graag, Dunja. En heel veel succes met je programma. Dank u wel, Sinterklaas. En in ieder geval tot volgend jaar. Absoluut. En wij vinden het hartstikke leuk. En ik kijk altijd naar Alles Kids. Want dat vind ik een heel mooi programma. Nou, dank u wel. Ik zou zeggen heel veel plezier nog met de kindjes. Hoofdpiet, tot de volgende keer. Doeg. Het was vandaag een heel groot feest in Ballenland. In Roosendaal. En ik heb hier een hele grote fan. De grootste die ik heb, denk ik wel. En hoe heet jij? Zeg eens tegen de camera.
Helemaal niet. Ja, en heb je Sinterklaas gezien? Ja. En? Was het spannend? Ja. Ja. Heb je al je schoentje gezet? Ja. En wat zat er in je schoentje? Dat weet ik niet. Heb je er een mooie tekening in gemaakt? Want voor mij had ze namelijk een hele mooie tekening gemaakt. Had je ook zo'n mooie tekening voor Sinterklaas gemaakt? Ja. En wat stond erop? Sinterklaas. Natuurlijk Sinterklaas. Hoe kan het ook anders als het voor Sinterklaas is? Moet Sinterklaas erop natuurlijk, hè? Ja. Maar heb je, wat wil je graag hebben van Sinterklaas? Weet je dat? Of een Barbie? Een Barbie. Een Barbie. En ook een Barbiehuis? Ja, ook een Barbiehuis. En hoe moet die Barbie eruit zien? Een ballet Barbie of een prinsessen Barbie? Prinsessen Barbie. Een prinsessen Barbie, natuurlijk. Meisjes zijn altijd prinsesjes. En dit was weer een aflevering van Alles Kids. En wat was die spannend met Sinterklaas, want hij is toch gevonden. Dus kijk volgende keer weer naar Alles Kids op TV Gazet, kanaal 46 van Ziggo. Tot volgende keer. Gaan we zwaaien, Imani? Zeg maar dag. Daar, dag.